Hoi mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin op de Geweldige Kaas. En ik ben eventjes gaan minen. Ik heb iron tools verzameld, die hebben we nu. En ik heb eigenlijk gewoon wat dingetjes geregeld, gefixt. En we hebben nu dingetjes. Ook, eerder had ik wel eens een idee om een randomizer te maken. En niet boos worden, iemand die het ook zei. Want ik ga het toch afmaken. Eerder had ik wel eens een idee om een randomizer te maken. En ik dacht, dat komt wel goed. Doordat iemand de vorige aflevering zei... Robin maakt een randomizer. Zoiets raars. Dacht ik opeens van, ja. Dat moest ik nog doen. En dacht ik, oké, dan doen we het wel zo snel mogelijk. Anders vergeet ik het weer. Dus wat wij deze aflevering gaan doen is, we gaan een randomizer maken. Die beslist... wat wij gaan doen in de aflevering. Maar eerst iets veel belangrijkers. Eerst gaan wij Ruben gaan wij krijgen. Oh, een soort van. We gaan Ruben gaan we krijgen. Ruben is de hond van ons. De toekomstige hond. Ruben. Ik vind het ook wel leuk dat het op Robin lijkt. Dus dat is misschien een detail. En mensen zeiden van, ga naar de taiga biome. Want daar zit misschien wel een hond. Ja, goed idee. Gaan we doen. Oeh. Kijk, dit kan trouwens ook weg. Omdat nu hier zo dat gras zit. Aha. Als die creeper was ontploft, dan was dat helemaal fucked up. Waar is de taiga in de buurt? Want ik weet, er is taiga in de buurt, maar ik weet niet precies waar. Ik zie daar bergen, maar dat is geen taiga biome. Dat is een Extreme Hills with Trees biome. Nee, zo heet het niet. Maar zo noem ik het, want het heeft bomen. En het is Extreme Hills, eigenlijk. Hopelijk is trouwens 6 botten genoeg voor een hondje. Hondje, ook gewoon... Oh, ik zie al taiga als het goed is in de verte. Oh nee, daar is het, ja. Maar goed, dat ligt eraan of Ruben hebberig is. Dus dat is wel leuk. Oké, wat we gaan doen is we gaan dan lopen naar de taiga. En daar hebben we Ruben. En tam met de botten. En dan hebben we Ruben. Ik noem het ook gewoon geen hond meer. Ik noem het een Ruben. Hè? Want dat is het in principe. Nee, eigenlijk niet. Ruben, het is niet van... Oh, ik heb een dier gezien. Ja, wat? Ja, Ruben. Oké, wel leuk. Nou, dat is eigenlijk gewoon een hond. Maar dan bij Robin. Oh, oké. Ja. Ja. Vroeger heette de honden van mij altijd Reus. Maar dat was een tijd geleden. Dat was nog eind 2013. Was dat nog. Gok ik. Of begin 2014, dat kan ook. Dus Ruben in ieder geval. Dat dus. We hebben hier de taiga. Zijn hier bomen in de buurt? Het is de bedoeling. Oeh, lekker skill over de bomen. Met Assassin's Creed mode en zo. Weet ik veel. Oké. Eten. Ook qua maaltijd hebben we nu best wel veel. Dat is handig. Iron ook. Dan, we gaan best wel veel iron gebruiken voor een anvil. Natuurlijk zodat we items een naam kunnen geven voor die randomizer ding. Dat is nodig. Oké, we zijn nu hier. We hebben varkens, koeien voor de rest. Hebben niet echt iets wat op een hond lijkt. Natuurlijk een koe kan op een hond lijken op een manier. Maar nee. Oké, nee. Gewoon niet. Zo. Dankjewel. En dan deze... Waarom zijn koeien eigenlijk niet zwart en wit in Minecraft? Want je zit in ieder geval in Nederland zie je vaker dat koeien zwart met wit zijn dan dat ze bruin met wit of grijs zijn. Dus dat is misschien heel raar, maar goed. Hond. Oh nee, dit is niet eens taiga of wel? Mega taiga, dat is toch weer anders. Maar hond is er niet. I don't see dog. Dus we zitten eigenlijk gewoon op een avontuur. Een zoektocht naar honden zonder dat er eigenlijk een hond is. En dat is best wel jammer. Ruben, waar zit je? Ik zie wel een schaap. Oeh, maar dat is handig. Ja, ga ik gebruik van maken. Voor een bed. Want we hebben al vaak genoeg gehad dat we dachten we moeten een bed hebben. Zo, dat is 2. En dat is 1. En dat is genoeg. Meer wil ik eigenlijk niet torturen, die dieren. Of eigenlijk dat doen we ook weer niet. Meer wil ik niet bij hun wegknippen. Want hun mooie wollen vacht is wel... Oké, dat is wel genoeg waard om het te laten zitten. Nog steeds, het is niet echt een snow biome dit, hè. We hebben wel veel coarse dirt, wat niet overgroeid zal worden, maar... Geen snow biome, en dat vind ik heel jammer. Ik wil ook wel gewoon snow, gewoon omdat het leuk is. Nee, niet omdat het leuk is, omdat er een hond is. Yes! Jongens, blijven zoeken en het komt eraan. Is dit Ruben of is dat Ruben? Volgens mij is dit Ruben, want die komt al zo van... Oh Robin, ik ben fan. En dat is ze van... Wie is die gesukkel daar? Gesukkelde. Ruben, pas op. Oh, het wordt saai. Ruben. Yes, 1 bot over. Misschien voor hem. Oké, dat helpt niet. Kom Ruben.
Hij heeft een oranje halsband, dat is goed. Oké, okay, Ruben, we gaan naar huis. We gaan op expeditie naar huis. Neem afscheid van je vriend. Robin? Arjen. Dat is Arjen. Arjen en Ruben. Arjen Ruben. Ah ja, leuk. Dat gaan we doen. De volgende hond die wij ooit temmen, die gaat Robin heten. Maar dat is niet zo dringend. Oh, misschien is dat Ruben. Nee, kom Ruben. Wij gaan naar huis. Naar huis is richting daar, gok ik. Ik weet het niet precies. Maar wat we kunnen doen is... Oh nee, laat maar. Nee, we nemen mijn fraps op, dus dat kan helemaal niet. Ik dacht eraan om in Mineways te gaan. Want dat gebeurt wel vaker. Gewoon om een soort van zicht van de wereld te krijgen. Maar weet je, op een of andere manier... Het verpest ook wel dingetjes. Want nu hebben we een sens dat we erin leven. En als we naar Mineways gaan, dan hebben we een soort van gevoel dat we... Eigenlijk een soort van bovenaf kijken naar de wereld. En dat is handig en zo voor dingen. Maar het is leuker als je een soort van gevoel hebt van je leeft er echt in. En je moet de weg vinden op een manier dat je erin leeft. En niet als plattegrond. Dus als we dat ooit willen, dan kunnen we een kaart maken. Maar ik wil eigenlijk... Mijn goede voornemen is niet om in Mineways te gaan. Tenzij we een groot dorp hebben en dat willen we vanaf boven zien. Klein stukje. En voor de rest, we gaan proberen niet te vaak dat te doen. Kun je even schudden, want... Prachtig Minecraft. Prachtig. Ik heb hem nu al een commando geleerd. Gewoon schudden en dan schudt hij. Ja? Kom maar. Misschien als we ver genoeg... Ja! Zie je? Dan teleport hij naar ons heen. Toe, duidelijk. Hier zo een paddenstoel. Kan handig zijn. Paddo's, hè? Don't do drugs, cats. Listen to me, don't do drugs. Zelf heb ik ook, voor de mensen die het nog niet weten, want ik heb het wel eens gezegd. Zelf heb ik het voornemen om nooit alcohol te drinken. Terwijl, dat is verstandig als je 15 bent, maar ook gewoon nooit in mijn leven. Zodat ik kan zeggen, ik heb nog nooit alcohol gedronken. En dan zal een grote groep mensen zeggen van, ah, je weet niet wat je mist. Maar het is ook heel gezond om geen alcohol te drinken. Want puur, alcohol is slecht voor je. Kijk, en ik ben al ongezond genoeg met bewegen en eten, in die combinatie zeker, ben ik al ongezond genoeg. Dus ik zit te denken, gewoon geen alcohol, dat kan best wel veel dingen verbeteren aan mijn gezondheid. Ook heb ik me voorgenomen om meer te gaan wandelen. En wandelen is echt zoiets van, dan denk ik, wandelen. Ik ga toch mijn huis zoeken trouwens. Ik weet niet hoe we dat kunnen doen zonder dat jullie naar het menuscherm blijven kijken, want we hebben fraps natuurlijk. Misschien kan ik ook een stukje opnemen met Camtasia Studio. Gewoon een klein stukje. Zou jullie toch een stukje kunnen zien van wat er aan de hand is. Zo, dat is een hele scherm. Plup, daar is het. Mineways, dankjewel. Open. Alles bij de O. Wacht hoor. Op prijs, S5. Die. Dit is de wereld. Kijk. Dit is ons huis. Dit is ons huis. En dan kunnen we jump to player... Oké, we moeten naar het noorden en een klein beetje naar het oosten. Kijk, nu heb ik al een heel ander gevoel over de wereld. Omdat ik nu een beetje een soort van zicht van de wereld in mijn hoofd heb. Dus ik heb me voorgenomen om te gaan wandelen. En zo. Dus dat is misschien wel leuk. Maar wel als het zonnig weer is. Want anders in de regen gaan wandelen? Nee. Mijn opa die wandelt altijd elke dag een paar kilometer. En oh, dat helpt heel erg voor zijn gezondheid. Volgens mij. Dat is heel gezond voor hem. Dus dat is ook een klein beetje de reden dat mij geïnspireerd heeft om ook een beetje te gaan wandelen. Dus dankjewel opa. Maar wel alleen als het lekker weer is. Dus in de winter zal ik weer flink ongezond doen. Maar in de zomer gewoon een kilometer of twee misschien als ik dat net aan kan per dag wandelen. Kijk, ik wandel haast nooit. Rennen, echt de pot op mee rennen. In de zomer wil ik ook gaan voetballen met vrienden. Maar dat heb ik al eens gezegd. Maar dat rennen jongens, daar word je moe van. Of je geraakt buiten adem. En de reden dat je buiten adem geraakt... is omdat je te weinig zuurstof hebt om zoveel te lopen. Als je niet die conditie hebt. En wat er dan gebeurt... dat is mijn mening erover trouwens hoor. Er zijn andere meningen, dat weet ik zeker. Dus je geraakt buiten adem en het wordt heel oncomfortabel. De reden dat het oncomfortabel wordt... is denk ik omdat het niet goed is voor je lichaam. Zo hard rennen terwijl je lichaam het niet aan kan. Dus waarom zou je dat dan doen? Kijk, om je conditie te verbeteren. Zodat je meer kan rennen met die conditie. Maar waarom zou je dan nog rennen? Ja, voor gezondheid. Maar
Dan ga ik liever wandelen. Ik zag ook op internet laatst. Dat is misschien ook een reden waarom ik ben gaan wandelen. Op internet zag ik dat wandelen even goed is voor je conditie als rennen. Kijk, dat is toch goed. En wandelen, dat is niet oncomfortabel. Natuurlijk na een paar kilometer, als je dat niet gewend bent, zullen je voeten zich gaan doen. Maar voor de rest, kom even binnen. Hier, Ruben. Ruben. Kom, hier. Ruben. Goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. Gaan we je even laten zitten. Dankjewel. En dan gaan we een bed maken met de dingen die we hebben. Kijk. Hier hebben we nog. Oh, nou maar. Ik wou zeggen, daar hebben we nog iron in. Wat dat is hier. 1, 2, 3, 4. Iron. Laten we eventjes een anvil gaan maken. Want dan kunnen we die randomizer maken. Ik zit nog steeds met. Ik heb deze recorder op te nemen. Dat is niet de bedoeling. Vandaar dat ook meer lag was. Oh, dat was ik. Ik weet niet of je dat hoorde. Eigenlijk. Oprecht me Robin. En dan 2-1-3. Daar is Ruben. Even snel een titel verzinnen. Plup, opslaan. Dat is volgens mij wel. Het lijkt mij heel grappig als ik Ruben zou zijn. Dat opeens hoor je. Hey, iemand heeft een hond naar je vernoemd in zijn let's play. En die doet er dan ook best wel veel mee. Dat is grappig, lijkt mij. Volgens mij vindt hij het zelf ook leuk. Oké, dit is dan de drie blokjes van de anvil. Oh, en zo'n knol die. Ik keek daar heel eventjes naar voor een keer. Toen ik die reactie wou plaatsen met die buttons. En. Oh, hij wist niet eens hoe hij een anvil kon maken. Zo dom. Echt zo dom. Sorry. Maar als je dat niet weet, ben je toch ook wel een noob. Terwijl hij zegt, ik ben goed in Minecraft. Ja, oké. Mijn reet. Sorry. En zo'n knol lovers onder ons. Die zijn er zeker. Er zijn ook haters onder ons. Dat is het. Ja. Ruben, ga jij eventjes hier zo naast de kist zitten? Het is trouwens ook zo, als je een hond of een kat op een kist zet, dan is die op slot. Ah. Zo, we hebben dit. Oké. Tjubibapadupapadu. En dan gaan we nu. Ja, iemand zei, maak in je tuin iets. Oh, wacht, stop. Eerst die randomizer. Die is belangrijker. Dus, wat maken we? Oh, we hebben niet genoeg voor een boog. Zeg dat het niet waar is. We moeten een boog hebben, maar we hebben niet genoeg touw. Oh. Cobblestone, zo. En dan een knop. En dan moeten we 9 dingen enveleren. Maar dat kan als wij kleine dingetjes een naam geven. Simpele dingetjes. Bijvoorbeeld, waar hebben we meer dan 9 van en is simpel? Een bloemetje. Zo, 9 van die dingen. En die gaan we dan, denk ik, alvast een naam geven. Is wel handig. Dan wachten we tot nacht is. Ah, dat is handig. Dat is bijna. En dan gaan we dan alles doen. Wacht. Zo. 1. Ik hoop dat we genoeg anvil hebben. Zo. 2. Ja, dus spannend werk dit. 3. Ongemakkelijk. 4. Moet gebeuren. 5. En tot 9, hè. 6. Oh, die breek erin. 7. Dit is best en veel duur, hoor. Maar we kunnen het. Dus dat is misschien wel om trots op te zijn. 9. Kijk, maar hij gaat al flink kapot. Dus dat is misschien jammer. We hebben nu 9 van die dingen. Nu moeten we even een plekje zoeken ervoor. Wacht hoor, laat ik eventjes. Oh nee, dat gaat niet. Wacht, dan maak ik een nieuwe fornuis. Van Robinstone. En dan gaan we daar. Even een knop. Of dit smelten voor een knop. En dan gaan we zo meteen. Gaan we op avontuur naar buiten. Zodat wij, raad eens, touw kunnen verzamelen. Zo, dan kan deze boog weer terug. En dan hebben we. Kan deze weg. Dit gaan we even craften. Deze kan weg. Überhaupt wel eigenlijk. Redstone, redstone. Nee, eentje maar. Zo, dat komt goed. Ja. Nog één dingetje wat ik wil doen, zag ik hier zo. Oh ja, een emmer. Want dat is altijd veilig. Op een of andere manier. Laten we dan water in die emmer gaan doen. En zorgen dat we touw hebben. Dat is wel leuk, denk ik. Weet ik veel. Zoiets. En dan. En spinnen. Ik zie niks. Ook gewoon qua monsters. Ik zie wel iets, maar niet. Ja, haast niks. Hebben wij. Spannend. Hap. Wacht, was eigenlijk vorige aflevering ook weer? Ineminiminte. Nee, wacht. Ineminiminte.
Ine mine mutte, 10 pot gooi. Ah, dat is een pechspreuk. Ine mine minte, dat vond ik ook wel een leuke. Ine mine minte kun je goed zeggen als je verkouden bent. Terwijl bij mij wordt het nu telkens minder. Daar ben ik blij om. Yes, 1 touwtje. Ja. Yeah. De winst is in our favor. Of weet ik veel wat ik zeg. Oké. Okay. Ine mine minte, 10 pond grinte. 10 pond groente. Wat zijn we weer lekker random. We gaan die boog hier zo doen. Zo. En dan hebben we een dispenser. Oké. Waar moet de plek komen voor de randomizer? Eventjes. Zo. Een knop. Oké. Okay. Zullen we hem anders hier zo zetten? Dan gaan we er iets moois van maken, hè? Ja. Oké, okay, wacht. Spullen. Wat kunnen we gebruiken? Birchwood. Dat is ook leuk. Zo. Ja. Zet er een muur van of zoiets. Hier zo komt gewoon een birchmuur, oké? Okay? Zo. Gewoon iets simpels, gewoon dit. Ja, en dan stone slabs heb ik ook nodig. Dit. Cobblestone dan. Om erop te leggen. Daar. Eentje hier, hier, hier en hier. Gewoon voor de sier, hè? Oh, dat rijmt zo! Oh, hier, hier, hier en hier voor de sier. Ah! Oké, okay, dat is mij echt, dit is raar. Oké, okay, dit. En dan wil ik iets kleins, of iets simpels, met een log. Deze log wil ik gebruiken. En dan een button. Zo. Oh, stop even. Kijk die. En dan trap je log voor de detail. En dan, ja, dan gaan we een bordje ook ophangen, denk ik. Nee, dat gaan we nog niet doen. Later misschien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En wat we nu moeten doen... Oh, wacht hoor. Dan moet ik eventjes iets veranderen. Stop. Oké, okay, ik weet het weer. Ja, ik weet het. Zo. En dan eventjes dit herstellen. En dit vrijmaken. Dispenser. Button. Oakwood stair. Dat was andersom, hè? Ja. Ik dacht dat ik zet het verkeerd. Waaah! Oké. Okay. Ik dacht dat er een zombie achter me stond. hier zo moet een deur. En dan moet die hier zo naar achter gaan. En dat zullen we zo meteen wel fixen wat daar komt. Zo. Dood. Oké. Okay. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn, maar best lang genoeg eventjes. Zo, dan komt daar een deur. Oh, laten we eventjes die plek mooier maken. Wat ik nu even belangrijker vind is dat we gaan slapen. Zodat die regen weg is en het zonniger weer is. Dan zijn we allemaal vrolijker, hè? Als het ware. En als het niet ware. Dat maakt allemaal niet uit. Als het ware en niet ware. Ik krijg een Facebook bericht van Bram. En die zegt... Ja, klopt. 21:35, hè? Ja, een duim. Oké, okay, goed. Ja, want ik zei om... Vanavond komt Bram. En wat we gaan doen is... We gaan proberen een vet filmpje te maken... Met dat wij aan het voetballen zijn. Ik weet niet. Ik weet eigenlijk zeker dat het gaat mislukken. Omdat wij zo slecht zijn in voetbal. Maar niet zo slecht, maar... Het kan er wel mee door bij mij, maar het is niet dat je denkt van zo, die kan goed voetballen. Maar Bram kan er ook mee door. Die is beter in voetballen dan je eigenlijk zou denken als je hem zou zien. Sorry Bram, maar dat is het. Ik zeg waar het op staat. En ze gaan proberen een mooi filmpje daarvan te maken met... ja, wat is het eigenlijk? Het is cinematic dingetjes, gewoon een beetje... Nou, dat niet. Nee, dat zeker niet. Gewoon meer... Misschien met bewegen. We zien wel wat we doen. Maar ik zei in ieder geval. Ja, vanavond en dan om 8:30 is het wel. Is het wel. Lekker Nederlands, hè? En zei hij. Ja, maar het was blijkbaar 9:30. En dat wou ik even zeggen. Oké. Okay. Dus dat. Maar dan heb ik ook weer gelijk een leuk gesprekje voor in de aflevering. Haha. Zoiets. Oké. Okay. En dan. Moet een kamer worden. Die een bordje heeft met nummers. En daar is dit op gebaseerd. Moet even erin. En dan is er ook hier zo komen dan bordjes met nummers en daaronder bordjes met de taken die erbij horen, snap je? Dus we maken nu eventjes een simpele kamer. Iemand zei ook bouw de berg in. Ja, dat is ook een goed idee. Maar het gaat goed qua bouwen. We hebben veel inspiratie en zo. Ook bedankt meneer die zei, of niet dat meneer, want ouder dan... 30 of zo bij je niet, want dan zou je zeggen meneer, of 25. Oké, okay, dat is allemaal raar dat ik dat opeens zo zeg.
Maar goed, de kerel die zei, Maker Randomizer, bedankt dat je dat even hebt gezegd. Want dat heeft toch wel een goede aflevering, heeft het gevuld. Zo. Hier komt dan de kamer. Kijk, we hebben hier zo ook dit. Maar wat we dan kunnen doen. Oh, maar dat is vet. Kijk, want nu hebben we dit. Als het goed is, kunnen we nu hier een dak doen. Hopelijk is dat niet te lelijk vanaf buiten. Ah, oh, nee, dat kan toch wel. Zo, even wel iets fixen, iets kleins. Kijk, die wil ik dan ook wel hout. Gewoon voor de. Ik weet niet, dat is detail. Maar dat is dan toch anders. Zo, en dan hier zo komt dan ook hout. Dit komt, wordt het plafond, hè, jongens? Dus dat je het weet. Dan wil ik hier zo glas. Hebben wij nog genoeg glass panes? Nee, hè? We moeten meer gaan verzamelen daarvoor. Voice crack. Zal ik gewoon eventjes zeggen. Opbiechten. Zo. Dus we hebben dan nog drie zand nodig die we omsmelten. Zo. Dat zijn deze. Deze. En deze. Die zandjes gaan wij omsmelten. Huh? Ah, zo random. Oké. Nog eentje. Plop. Oké, mooi. Drie. En dan kunnen we genoeg glasspeens maken daarvoor. Kijk, het maakt. De lengte van de aflevering maakt mijzelf weinig uit. Zolang wij eventjes plezier hebben in het spelen. Dat vind ik het belangrijkste. Want als je echt gaat opletten op de lengte van de aflevering, dan gaat er een flink stuk van je plezier af. Jammer genoeg. Al is het ook wel belangrijk. Maar goed, wij zijn lekker bezig, dus laat ons. Ik ga hier zo de vloer van cobblestone doen. Zo. Ja. En dan, dat zal eventjes werk zijn. Gok ik zomaar. Kan ik dit? Ja, zal ik dit doen of. Oh, misschien een bordje. Ja. Hebben we nodig. Nu, dat had ik eerder ook al aan gedacht, maar. Nu weet ik ook waar ik hem moet hangen. Zo. De randomizer. Room. Van 1 tot 9, dus we hebben al genoeg kans. Kijk, als we nou willen dat we eventjes niet. Oh, wacht, nou heb ik een idee. Ja, dat komt er even tussendoor. Tussendoor. Als we nou niet. Ja, wel een kist. Ja. Als we nou niet 9 dingetjes hebben om uit te kiezen, kunnen we ook gewoon. Horen we een bloemetje eruit te kunnen halen, zodat we toch maar die keuzes hebben, die we. Het aantal keuzes die we eigenlijk zouden willen hebben. Dus, ik ga eventjes dit maken. Zo. En dan hier een kist. Ja, hier. Dit. En dan hier. Kijk. En dan kunnen we hierin. Ik zie hier alleen iets. Ja, dit doen we dan zo, hè. En dan de deur hier. Is toch op een of andere manier beter. Nee, beter, hè. Dat vind ik leuk om te doen. Oké. Mensen die het niet kennen, die zullen het ook heel erg ongemakkelijk vinden. Ik kan hier het bordje op met randomizer. Randomizer room. Kijk. En dan kunnen we zo, als we maar 8 keuzes hebben, doen we 9 eruit en die stoppen we dan eventjes daarin. Snap je? Voor de rest nog een paar dingetjes om te doen. Zal ik alvast beginnen met. Oh, wacht. Shit. Hebben we dit raam moet weg. Oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh nee, hier komt al glas. Oké, laat maar. Dan komt dat hier zo. Oké, misschien kunnen we meer dingen in deze kamer doen later. Oké, we moeten verder. Hier hebben we glas. Glass paints. Dat is meer dan genoeg. Veel meer. Trouwens. Zo. Kijk. Oh. Oh, dat lekt. Een klein beetje. Ah, dat was stom. Wacht hoor. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Niet getreuren. Haha, dat rijmt. Zo. Hier eentje. En hier eentje. En dit gaat dan tot hier. En niet verder. Jawel. Oh, dan moeten we eventjes deze muur verder maken. Oké. Zo. Nee, hier. Opvullen met cobblestone. Ja. Zo, even zorgen dat het plafond er goed uitziet. En dat dan vanaf boven het er goed uitziet. Dat is een zorg voor later, vind ik. Eventjes wat hout nog. Dat hebben we nodig. Zo. Dat is weer een stekje. Stekje, zeg je dan, hè. Dat is wel 64, ja. Huh? Zo. Plup, 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 plup. Er zat een soort van ritme in, op een manier.
Ja, dat was iets heel doms. Het is toch wel leuk dat we zo de tuin in kunnen kijken ook. Dus de derde aflevering en toch al zoveel gebouwd, überhaupt. Vergeleken met het aantal afleveringen. Zoiets? Ja? Oké. En dan komt hier zo, komen de bordjes. Dus we hebben 18 bordjes nodig. Kunnen we dat verzamelen? Ja, we hebben daar genoeg hout voor. Dat is het laatste wat we gaan doen vandaag. Oké? En dan zullen we er misschien ook een paar kleine taakjes op zetten. 18 borden is 6. Kijk. En dan is dat een stek hout. Dit nog niet. Laat maar. Veel minder dan een stek. Zo. Ja, dat is al 20 bordjes zelfs. Zo. En dan... Oké. 1. 2. 3. En dat zijn er 3. 4. 5. 6. 7 tot 9. Hè? 8. 9. Ah, dat vind ik jammer. Zo dat ene blokje nog. Zoiets. En dan die ook. En hier komen dan de ideeën op. Kijk. Oh. Maar het design van deze kamer, dat is iets voor later. Kom op. Oké. S. Goed idee. En dan bijvoorbeeld... Welke taak hebben we nog? Een hondenhok. Dat is misschien leuk. En dan hebben we ook nog een taak. De mine. En dan hebben we ook nog een taak. Deze kamer. En dan hebben we ook nog een taak. Bovenverdieping. Dak. Slash moet er nog tussen. En dan hebben we 4 opties. Stel je voor, we hebben 4 opties. Dan 1, 4, 9, 8, 7, 6, 5. Kijk, dan gaan we gewoon deze dingetjes erin doen. En dan doen we dit. Zo. Dan hebben we een bloemetje. Dat is optie 3. En dat betekent dat we 3 gaan uitvoeren. Als dit een begin is van de aflevering. En dat is deze kamer. Dat gaan we dan doen. Zo werkt het. Jongens, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En dan zeg ik tegen jullie. Tot de volgende keer. Doei.